Het aantal stalbranden in Nederland moet worden teruggedrongen. Demissionair landbouwminister Piet Adema wil het cijfer halveren ten opzichte van 2020. Om dit doel na te jagen, wordt het voor veehouders verplicht om jaarlijks hun stallen te laten keuren. Boer Harald uit Wijchen legt uit wat dit in de praktijk inhoudt. Een stalbrand. Het is de grootste nachtmerrie van iedere boer. Het komt helaas nog vaak voor. Deze nieuwe maatregel moet daar veranderingen brengen. Ja, nou moeten we om de 5 jaar moeten die stallen gekeurd worden. En ja, ze willen na 1 jaar. Maar ja, En wat betekent dat voor u als het zeg maar van als het eerst eens in de 5 jaar is en nu eens per jaar? Wat is dat voor u voor verandering? Ja, als je het gewoon goed voor elkaar hebt, dan denk ik dat er niet zo heel veel verandert. Ze lopen een keer vaker rond, maar ik denk niet dat er zo heel veel verandert. Maar het is, en in de melkveehouderij is het ook, ja, zijn die stalbranden niet zo van toepassing. Het is meer bij kippen en varkens. Wat precies de reden is dat het aantal stalbranden bij kippen en varkens groter is, is niet helemaal bekend. Wel zou het kunnen komen omdat koeien vaker in open stallen staan en dat er bij varkens en kippen meer elektriciteit in de stallen zou zijn. Op veiligheid en op de elektra vooral, want ja, daar beginnen die stalbranden meestal. Mm-hmm. Met het elektrische gedeelte, zeg maar. Kortsluiting. Dus als ik het goed begrijp, zegt u van, nou, voor mij is het eigenlijk niet zo heel erg. Want als je het goed bijhoudt, dan maakt het niet uit of het eens per jaar is of eens in de 5 jaar. Nee, dat denk ik dat het niet zo heel veel uitmaakt. Want als het goed voor elkaar is, dan is het ook zo gebeurd natuurlijk. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat er zo min mogelijk stalbranden zijn en dat deze maatregel hierbij gaat helpen. En ja, dan moeten we snel wel voor zorgen dat er zo min mogelijk gebeurt. Want het is gewoon helemaal kloten voor de sector ook. Het is overal vervelend voor. Mm-hmm. Dat mogen we niet hebben. Dus, en ook voor die dieren. Daar moeten we alles aan doen om dat te voorkomen natuurlijk.